Robots die mensenlevens redden in rampgebieden. Het duurt niet lang meer voordat dat kan. Een paar dagen waren bij elkaar op de Universiteit van Twente de leden van het Sherpa-project. Een internationaal gezelschap met maar één doel. Levens redden door mens en robot samen te laten werken in rampgebieden. Het begint met de hulpverlener. En dan heb je de wasps, dat zijn de vespen, dat zijn eigenlijk de quadricopters die in staat zijn heel snel over een oppervlakte te vliegen en te meten of er signalen zijn van een en andere lawine bijvoorbeeld. En van bovenop heb je de hawks, heb je grote vliegtuigen die dan de hele regio kunnen bekijken en een kaart maken. Go up! Ook aan de besturing is gedacht. Reddingswerkers hebben graag hun handen vrij. Jullie zagen een nieuwe manier voor een reddingwerker om snel effectief met robots te kunnen communiceren. Als je in een operatie bent waar het tijd kost, je wil gewoon kunnen praten en kunnen bewegen en daarmee communiceren. Italiaanse reddingswerkers uit de Alpen gaan het eerst samenwerken met de robots.